Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen. FC Eindhoven heeft deze periode nog geen punt gepakt. Of daar vanavond verandering gaat komen, dat zie je in Blauw-Wit TV. Hele goede avond. Welkom bij Studio 040 Blauw-Wit TV met FC Eindhoven dat een makkelijkere wedstrijd voor de boeg heeft dan de afgelopen twee. In ieder geval op papier, want de tegenstander van vanavond is Almere City. En FC Eindhoven staat nog steeds op die 16e plaats. 26 wedstrijden gespeeld, 14 punten. Almere City kunnen we op ditzelfde kaartje vinden, staat 12e. En door het wegvallen van onder andere Veendam en AGOVV is positie 12 al het begin van de middenmoot. Er gaan wat schorsingen af, er komen wat schorsingen bij. En als je dat bij elkaar optelt en aftrekt, dan komen deze 11 spelers in de basis te staan. Zahari, hij staat gewoon op doel. Dan achterin, daar ontbreekt Sven van de Kerkhof. Hij is geschorst, Zwegers neemt zijn positie over. En verder nog achterin Lucius, Verkoelen en Ospitalieri. Dan op het middenveld Van Gele, De Schilder en Vermeer. En voorin Dada, Maria en Waalkens. Eindhoven is afgereisd naar Almere om daar te spelen tegen de plaatselijke City FC. Met in de basis Zahari, Zwegers, Lucius, Verkoelen, Ospitalieri, Van Gele, Vermeer, De Schilder, Waalkens, Dada en Maria. Maar het is Almere dat in het begin van de wedstrijd de meest aanvallende aspiraties laat zien. Het heeft langdurig balbezit. Af en toe zie je tiki-taki. En dan ook wordt er af en toe geschoten. Zoals hier gebeurt. Tim Russeveur, de man die vuurde, maar ook naast de goal van Brahim Zahari schoot. Eindhoven dus in die beginfase onder druk. En dat hebben we wel vaker gezien. 17 wedstrijden achtereen zonder overwinning. De ploeg van Pascal Maas. En ook in de onderlinge duels de balans. Ja, fors in het voordeel van de ploeg uit Flevoland. Die hier een vrije trap krijgt en bijna erin. Het is dat Zahari goed staat op te letten. De ballen van Rashid Brown zijn gevaarlijk. En hier een tweede mogelijkheid en een derde. Twee keer het houtwerk. Zahari ziet ze langs alle kanten komen. En mag zijn verdedigers voor hem verwijten maken. Want dit was toch wel heel erg makkelijk. En Eindhoven ontsnapt hier, ja, tot drie keer toe eigenlijk. Hier tot twee keer toe. Aan een vroege achterstand. Wat kan dan de ploeg van Pascal Maas, die heel veel mensen moet missen, zoals Alakmak, Bourdoux, Deurwaal, Van den Hurk, Van de Kerkhof, Machiavala en Vervoort, zij allemaal niet. En dit is dan de grote kans voor de bezoekers. Maar hij wil er niet in. Wat een mooie mogelijkheid voor Gianluca Maria. Twee keer eerder succesvol met een doelpunt, pas dit seizoen. Hij deelt in de malaise die de Jupiler League heet voor FC Eindhoven dit seizoen. Scheidsrechter van dienst is Christian Baks. Hij ziet hier een overtreding in. Dat betekent een vrije trap voor Eindhoven. Hier Dennis Gentenaar. Waalkens. Dat lijkt afgesproken werk. En Dada legt hem er bijna in voor Eindhoven. Wat een goede communicatie tussen die twee. En wat een pech dat het niet tot een doelpunt leidt. Dan weer de ploeg van Fred Grim. Het is eigenlijk lang geleden dat we spraken van het Grim-effect in Almere. Maar voetballen kunnen ze. Ze hebben ook best wel veel grote namen. En hier is weer die Brown. Bewegingen, schieten maar. En hij legt hem erin. Hij legt hem erin. 2 minuten voor de rust. Toch de 1-0 voor Almere. Rashid Brown is de naam. En ja, hoe je het ook bent of keert, dit doet hij schitterend. De vrouwen van PSV FC Eindhoven kwamen deze week niet in actie, want de oranje elftallen van verschillende leeftijden moesten aan de bak. Volgende week dan is er wel weer een wedstrijd, een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Die begint om 19:30 en dat is op de Hertgang. De zaalvoetballers van Siba VDL voetbalden eindelijk weer een keer wel, maar verloren van FCM dichtbij.nl. Het werd 3-2 voor de uitploeg, waarbij wel vermeld moet worden dat de trainer van Siba VDL een hele hoop basisspelers op de bank hield. Dat heeft dan weer te maken met de halve finale in de beker.
Die wedstrijd wordt volgende week gespeeld tegen ZVV Hovo Cubo. Bij rust dus 1-0 voor de Flevolanders. Kijken of Eindhoven in de tweede helft iets meer kan doen. Maar ook die tweede helft begint met langdurig balbezit voor de thuisploeg. Subtiele balletje hier van Dissels. En ja, dit is een overtreding. Van Gele op Jason Oost. Dat heeft Baks gezien. Penalty, hij is heel resoluut. Wij kunnen nog één keer kijken. Ja, er is weinig anders van te maken. Overtreding van Gele. En dus kan het hier 2-0 worden. Of Zari moet iets kunnen tegen Dissels. Nee, kan hij niet. Het is Charles Dissels die 3 minuten na de hervatting er 2-0 van maakt. En dan ziet het er opnieuw slecht uit voor de Eindhovenaren. Er was geen kruid tegen gewassen tegen deze penalty. Dissels inmiddels 7 keer gescoord in de Jupiler League. Hier is dan Dada. Dan hoop je op een individuele actie. Maar Joep Zwegers bijvoorbeeld, die mee opkomt, weet het ook niet. Van Gele probeert het spel te maken. Hier is Waalkens, een van de weinige Eindhovenaren die eigenlijk altijd overeind blijft. Waalkens, mooi gedaan zeg! Afgeven nou! Haal maar uit! En hij wacht dan veel te lang. Wat zonde dat Zwegers niet in 1 keer uithaalt. Na die schitterende actie van Waalkens achter het standbeen langs. Prachtig gedaan. Maar hij is dus een van de weinigen die boven zijn niveau blijft spelen. Zoeken naar Serrarens natuurlijk, daar bij de penalty stip voor de ploeg uit Flevoland. Maar ja, je kunt er als spits gaan staan als je ploeggenoten hebt die voor eigen succes gaan. Zoals deze Gino van Kessel, kom je toch niet ver. Maar ja, de voorsprong mag je comfortabel noemen. Hier is dan Serrarens. Die wil ook wel een goaltje maken, maar hij doet dit. Oost aannemen, schieten, scoren, 3-0. Een kwartier voor tijd is het afgelopen. Ook weer een prima goal, zeg. Serrarens, eigenlijk de afmaker op de voormalige afmaker. Jason Oost, die met zijn nummer 9 tegenwoordig op het middenveld speelt. Dan vindt Almere City het wel genoeg. En dan gaat ineens Eindhoven toch ruimte krijgen en tegenscoren. Maria. 86e minuut, 3-1. Ja, bedrukte gezichten. Dit was heel slecht verdedigen van Almere City FC. En dan met name Robert Guérin, die daar schuldig aan is. Maar het geeft nieuw elan, zo aan het eind van de wedstrijd. Voor Dada bijvoorbeeld. Met snode plannen, komt niet tot een uithaal. Dat lukt wel. Man van de wedstrijd aan de kant van Eindhoven. Het is hem echt. Jasper Waalkens. Prachtig gedaan. In de blessuretijd. Kan het dan nog? Een corner voor Eindhoven. Alles of niets. Keeper is mee. En inbrengen, keeper Zari bijna en dan is het voorbij. Eindhoven komt nog wel terug, maar het is niet genoeg. Het verliest met 3-2. Ja, op basis waarvan is deze wedstrijd wederom verloren gegaan? Op basis van het feit dat zij 3 keer scoren en wij maar 2 keer. Ik denk dat wij een onnodige nederlaag geleden hebben en de beste kansen in over heel de wedstrijd gezien voor ons waren. Dus dan is het duidelijk wie het meest scoort die wint en dat is in dit geval Almere geweest, ja. Nou, u vindt dat u op basis van de kansen eigenlijk had moeten winnen? Zeker, zeker. We begonnen wel slecht, de eerste 5 minuten. We kregen al een paar kansen tegen voor hun. Maar daarna pakken we de wedstrijd eigenlijk goed op. De grootste kansen waren eigenlijk voor ons. We zitten er steeds dichtbij de laatste weken. Voor de NAM thuis 0-2. Dat was ook maar in een paar momenten beslist. Helmond Sport hetzelfde met 2-1. Vandaag weer 3-2, dus we zitten er heel dichtbij. En het moet een keer gebeuren, ja. Ik kan alleen maar zeggen, hij komt steeds dichterbij, die overwinning. Maar niemand weet wanneer. Maar we gaan er wel voor, elke week. De stand dan, zoals hij eruit ziet na de speelronde van deze vrijdag. FC Eindhoven staat nog steeds onderaan, is qua punten niet heel erg veel opgeschoten. En heeft nu 33 doelpunten gemaakt en bijna 2 keer zoveel doelpunten tegengekregen. 65. FC Eindhoven verliest dus, ondanks een sterke eindsprint, opnieuw. 3-2 voor Almere City werd het in Almere. En FC Eindhoven kan dan de eerste punten van de periode gaan pakken. Misschien wel vrijdag, dan speelt FC Eindhoven tegen Emmen thuis. Dat is dan zaterdag te zien bij Studio 040. Dus tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen.